Het jaar 2019 is reeds 4 dagen oud. Onze nieuwsdienst was in de binnenstad om met enkele burgers te praten over hoe ze het nieuwjaar tot nu toe hebben beleefd en hoe 2018 is verlopen. Over het algemeen zijn ze tevreden. Kijkt u mee. Zeg, het was heel goed. Het was erg goed geweest voor ons. Dus ja, dat was het. En voor jou? Dat was redelijk voor mevrouw. En hoe was het afgelopen jaar? Zo'n beetje, nou, van alles een beetje. Hebben we meegemaakt. En bij u? Hetzelfde. Dus maar geen plannen, geen doelen voor het nieuwjaar? Nee, nog niet, hè. Nog niet. Het is nog begin. How did you experience the first 4 days? The first 4 days, it's very good for me because I'm here for holidays on my family. So I enjoy Suriname. I came from Africa, especially in Senegal, and I live at Saint Laurent du Maronnier. So I'm here for holidays for 1 week. So I enjoy, and Happy New Year to everybody. And how? Happy New Year to Suriname. And hoe was het jaar voor u? Voor mij was het top, bom. Ik heb genoten dit jaar. Verleden jaar had ik niet zo genoten, maar dit jaar is aan samen geniet echt. En hoe was 2018? Hoe is het verlopen? 2018 was een beetje hobbelig. Maar dit jaar, 2019, gaat alles smooth, lekker, fris. Voor iedereen, voor mij, voor iedereen. En heeft u toevallig nieuwjaarsresoluties voor 2019? Het doelen dat u wilt bereiken? Ja, mijn doel is dat ik gewoon op mijn werk ga en naderhand een kleine zaakje heb waar ik mijn dingen kan doen. Dat is mijn wens. Bam bam, 100. Als vakantieganger, ontspan ik. Ik heb genoten, ik geniet nog steeds. En de overige dagen dat ik hier blijf, geniet ik nog steeds. En hoe was het afgelopen jaar voor u? Ik had een goed jaar. Ik mag niet klagen. Het ging goed. Ik hoop dat het stijgende lijn blijft en alleen maar beter wordt. Heeft u toevallig nieuwjaarsresoluties? Nee, doe ik niet aan mee. Ik doe gewoon wel doelen. Die hou ik voor mezelf en die ga ik gewoon bereiken. Tot zover de reacties van enkele burgers aan wie gevraagd werd hoe ze de eerste 4 dagen van het nieuwe jaar hebben ervaren.